AB Vakwerk presenteerde dinsdagavond tijdens een receptie de selectie voor het aankomende seizoen. Sprinter Gerry Hekman is het absolute speerpunt van de selectie. En een van de versterkingen is de 30-jarige Noord-Hollander Bart Mol. De schaatser uit Wognum geldt binnen de selectie als een multi-inzetbare. Ik ben op zich wel een sterke rijder op alle vlakken, op natuurreizen, ook op de baan. Dus ik kan lang hard rijden. Ik ben niet echt een sprinter. Bart kan een gat dichtrijden, Bart kan voor zichzelf rijden. Ik vind Bart wel een beetje een reactieve rijder. Dus over het algemeen rijdt hij naar kopgroepen toe en springt hij daar naartoe. Je hebt er af en toe ook mensen dat echt van die proactieve springers zijn. Dat is Bart niet per se. En dat is op zich wel mooi. Dat past ook wel bij ons team. Wij zijn over het algemeen echt een reactieve ploeg. Nog een Noord-Hollander in de ploeg is Sam Boon uit het West-Friese Hem. Een jongeling die al vaak bewezen heeft hard te kunnen schaatsen. Schaatsen net een 4 jaar. En ik was van de C's naar de B's gegaan. En de B's werd ik meteen... had ik de leidersprijs en was ik de beste eigenlijk vanuit de belofte. Toen ben ik meteen ben ik naar de A's gegaan. En daarna ging het mis met de 25-jarige Boon. Hij raakte overtraind en presteren zat er niet in. Ja, dit is een zware periode. Het kost gewoon heel veel energie. Vooral mentaal is het, omdat je eigenlijk kun je niks meer. En dat is er best wel moeilijk. En ik ben blij dat ik daaruit ben. Maar daar bleef het niet bij, want ook afgelopen jaar kende Boon een periode van afwezigheid. In maart heb ik een hernia gekregen. Dus ik heb de eerste 3 maanden heb ik vlak gelegen, waardoor ik niet kon trainen. Dus ik ben wel een paar stappen minder dan die andere jongens in het begin van het seizoen. En ik heb me eigenlijk keihard terug moeten knokken. En mentaal was dat ook wel redelijk zwaar, omdat je natuurlijk achter de feiten aan blijft lopen. Ik denk dat ik er nou wel goed voor sta, maar het was wel een zware periode voor mij. Zaterdag 21 oktober is de eerste marathon. De eerste kans op een overwinning. Er zijn altijd kansen. Dat is het mooie van marathonschaatsen. De beste hoeft niet altijd te winnen.